Wijnovic heeft ook wat ruimte. En kiest voor Van Ewijk. Die heeft ratio bij zich, maar de bal gaat in één keer richting Kramer. En daar doet Itakura heel nuttig werk door die bal nog net even omhoog te koppen. Dit is wel een goede diepe bal naar Elankouri. Die is er voorbij bij Familia Castillo. Daar bij de tweede paal was Da Cruz. Goede ingreep van Van Ewijk. Toch een van de betere dit seizoen bij ADO. Milan Van Ewijk. Goede actie van Elankouri. Zet Familia Castillo op het verkeerde been. En Da Cruz dacht al aan het binnentikken van die bal. Boeraar. Dat is een aardige bal. Ratio. Appel voor Hens. Wijnovic. Lekker balletje. Daar is Kramer. Vlag blijft vooralsnog naar beneden. De poging van Kramer wordt niet echt gevaarlijk. Daar appel voor Hens. Misschien is het inderdaad net de bovenarm van Ratio. Het maakt voor het verdere vervolg niet heel veel uit. Het was wel goed gevoetbald door ADO. Het is misschien ook nog wel net buiten spel van Kramer. Maar de bal gaat er bij lange na niet in. Overtreding, Ratio. Ja, Da Cruz is gewoon veel sneller en wurmt zich ervoor. Is ook wellicht een mogelijkheid voor Groningen dat er voetballend nog niet heel vaak doorheen komt. Maar met mensen als Strand Larsen en Itakura toch wel regelmatig raad weet met dit soort mogelijkheden. Of gewoon in één keer natuurlijk. Ramon Pascal Lundqvist. Zo over Koopmans heen. Niemand bij de paal. En hij mikt hem eigenlijk relatief eenvoudig. Althans, zo ziet het eruit. Over Koopmans heen. Dat mag eigenlijk niet gebeuren van zo'n afstand. Strand Larsen. Daar gaat Da Cruz tegen de grond. Die kijkt eens vragend naar de scheidsrechter. Die moet sowieso ingrijpen omdat Van Ewijk veel pijn heeft. Oeh ja, Da Cruz valt daar op de voet van Milan Van Ewijk. Op het been. Dat staat dan vast. Dat is nooit goed. Strand Larsen net niet. Kemper. Dat is een beetje te afwachtend van Ratio. Van Ewijk herstelt het. En geeft nu aan dat hij gewisseld moet worden. Dat het toch echt niet goed is met die voet. Dat is een aderlating voor ADO. Dat Milan Van Ewijk hier zijn eerste minuten van het seizoen moet gaan missen. En dan nog wel met een blessure. Urcik erbij. Dit is een overtreding op Gudmundsson. Door Boeraar. Die gaat geel krijgen. En dat is best een interessante plek voor een vrije trap voor Groningen. Ramon Lundqvist. Dat is weer een aardige trap. Over de muur. Ah, net over het doel. Niet zo trefzeker als zijn eerste poging. Elankouri met de kans. Elankouri niet helemaal lekker geraakt. Maar dat is dan ook precies het gevaar voor ADO. Dat als het in de opbouw een keer de bal kwijtraakt, dat Groningen ook heel snel kan omschakelen. Soeslof, dat is een goede paas. En Elankouri, die hem er vanuit die hoek niet in krijgt. Van Hintem, Gudmundsson. Goeie voorzet, daar is Strand Larsen en die knikt hem binnen. Er is ook maar heel weinig voor nodig voor Groningen om te scoren als ze een keer gevaarlijk worden. Hier mogen toch vooral de credits naar de voorzet van Gabriel Gudmundsson. Zelf met de versnelling in één keer voor over Koopmans heen. En dan is het doel leeg. Gaat hij weer Gudmundsson. Urcik is ook niet echt iemand die dan lekker meeloopt. En nu doet hij het zelf en wordt het opnieuw gevaarlijk.
Ik wil niet alle schuld in de schoenen van Bilal Urcik schuiven, maar Gudmundsen is nu toch al twee keer bij hem weg. De enige twee zegens van ADO kwamen dus in uitduels. Dat waren uitduels tegen toch wel directe concurrenten RKC en VVV. Hier gaat Alessio da Cruz. Die probeert het zelf. Goede redding Koopmans met de voet. Voorkomt de 3-0 van Groningen. Gaat toch allemaal wel weer redelijk eenvoudig. Het is mooi meegenomen door da Cruz. Maar dan zo makkelijk naar zijn rechter. Gozens. Nu moet Kramer dan een keer positie kiezen. Gozens is wel iemand die zo'n voorzet kan geven. Hij gaat over Kramer heen. Daar was nog Besuijen. En ze waren wat werk voor Pat. Met de handen. Met de voeten heeft hij af en toe al wel wat gedaan. Vejnovic moet oppassen. Pakt daar bijna een gele kaart. Maar ja, hij moet wel. Want anders wordt het heel gevaarlijk wat Groningen hier doet. Daar Kroes en Koopmans. Snelle uitbraak van Groningen. Soeslof net iets sneller dan Vejnovic. En daar Kroes in één keer. Wel recht op Koopmans af. Ratio. Urcik. Op zoek naar de corner, zo leek het. Krijgt de bal nog bij Besuijen. Die doet dat handig. En dan is daar de schietkans voor Vejnovic. En Pat. Daar is dan het eerste schot op doel van ADO. In minuut 65. Het is ook gelijk een goed schot op doel. Besuijen die de bal vasthoudt. Dan heel handig van Hintem uitspeelt. De voorzet. Zo voor de voeten gekopt van Vejnovic. En dit is een prima redding van Pat. Die bal laat ziet komen hoor. Tekort van Kramer. Lundqvist ertussen. Elankouri naar da Cruz. Da Cruz. Oeh, dat gaat makkelijk. En dan valt hij binnen. Via een ADO-been. En is het 3-0 voor Groningen. Ja, het is zijn eerste voor Groningen. Het is een droge knal. En ik denk dat Del Fabro er nog aan zit. Jazeker. Nu is te hopen voor da Cruz dat hij hem ook op zijn naam krijgt. Maar dat denk ik wel. Zo gaat Michiel Kramer naar de kant. Of is dat alleen maar om aanwijzingen te halen? Dat kan natuurlijk ook. Nee, dat is wel degelijk om gewisseld te worden. Kramer is daar niet over te spreken. Deze gaat over Famia Castillo heen. Dat is goed verlengd door Strand Larsen. Joe van Kaam mag het nog een keer proberen. Met links zelfs. Ruim over. Groningen blijft voorlopig keurig in de subtop. Na de nederlaag tegen Vitesse en het gelijke spel tegen Twente lijkt er nu een eenvoudige overwinning op ADO aan te komen. Urcik. ADO dat dan misschien maar in ieder geval op jacht moet naar een doelpuntje om een klein beetje zelfvertrouwen te tanken. Versnelling van Gudmundsson. Hij heeft Ratio nog bij zich. Nu niet meer. Gudmundsson. We willen bijna het doel inlopen. Lundqvist. Man van de openingsgoal. Schrek. Die heeft ook wel een lekkere trap. Maar plaatst hem redelijk ruim naast het doel. Een goede bal van Daniel van Kaam naar Itakura. Gaat hij nu ook al aanvallen? Kijkt eens even achter zich en ziet dan dat hij daar wel kan blijven staan. En dan moet hij hem de bal teruggeven. Ja, dat gebeurt ook. Itakura. Het was hem gegund. Schrek, dat is een mooie bal. Joe van Kaam, doet hij het zelf? Nee, kiest voor de voorzet. Daar waren er twee, maar niet op de plek waar de bal kwam. Dallinga en Sloor. Twee andere invallers. Dit is een volledig door invallers opgezette en uitgespeelde aanval. Dit is de enige troost voor ADO dat Emme
in ieder geval geen punten gaat pakken. En dat die kans voor Willem II, dat natuurlijk ook nog zijn trainer ontslagen heeft, vrij klein lijkt. Want die gaan donderdag op bezoek bij Ajax. Dan blijft de schade beperkt. Maar kan het nog wel zo zijn dat bijvoorbeeld RKC of VVV uitloopt? Hoe dan ook. 3-0 is de eindstand bij Groningen tegen ADO. Het was een hele eenvoudige avond voor de thuisploeg. Lundqvist na dik een kwartier zette de ploeg van Brood op voorsprong. Strand Larsen vlak voor rust. Lekker moment voor Groningen. Vervelend moment voor ADO met de 2-0. En in de tweede helft werd het uiteindelijk ook nog 3-0 door een van richting veranderde bal van Alessio da Cruz.